Welkom bij een... Vinden jullie ze trouwens op elkaar lijken als je ze zo ziet? Voor ons is dat best wel grappig, want wij vinden dat best wel meevallen. Yo, sexy mommy! We hebben er echt muizen. Welkom bij een... Nieuw leefdag. Van... Newborn Fit. Mom. Hey! Kimberly die is even camera vrij dit weekend. We hebben bewust voor gekozen. Hè? Geef maar een stukje brood. En ik zit hier nog in mijn badjas, die wel bekend is inmiddels bij jullie. En ik ga je lekker meenemen de komende dagen. Vanuit mijn kant, hoe ik het doe en zo, zeg maar. We beginnen de dag eventjes met... Vind je ze niet mooi, de bandjes? Hoppatee! We hebben Bobby vastgezet met handdoeken in de stoel, omdat ze anders alle keren eruit gaat. Vinden jullie ze trouwens op elkaar lijken, als je ze zo ziet? Voor ons is dat best wel grappig, want wij vinden dat best wel meevallen. Wij zien ook echt twee verschillende karakters. Als je zo ziet, denk ik, oh ja, ik zie echt wel duidelijk verschillen. Maar kijk eens, hallo, you, allebei, Bobby. Even een tipje van mij, ik weet niet of die scherp stelt. Als je huis nou eens een lekker geurtje verdient, al niet het stinkt naar poeplui is. Dan is deze van Maristella. Object Damsterdam, roomspray. Echt een toppetje. Als je eventjes niet oplet, hallo. Jij dacht ik doe ze eventjes naar buiten. Even buiten chillen. Ze zijn ontsnapt. Jeetje, het is... Kan ik een tussendoortje eten? Nee, geen tussendoortje. Het is 9:30, het voelt al echt alsof ik de hele dag erop heb zitten. Nee, we gaan lekker douchen, kom. Zullen we jouw logeerbed voor vanavond klaarzetten alvast? Wij doen altijd nog steeds op vrijdag, vrijdagavond, althans vrijdagavond of zaterdag, logeeravond. In de coronatijd, maar het is wel gezellig, hè? Het is wel leuk, toch, geslapen, Ramos? Wij slapen ook altijd heel goed. Pak je ook even je matras? Wat? Pak je ook even je matras? Dat is ook wel echt grappig bedacht. Kimberly dacht gisteren, Ramos die gaat elke keer 's avonds in de badkamer. Dan dacht ze, ik pak een veter. En uiteraard, uit mijn schoen. Top Kimberly. Kijk eens, wie is daar? Mommy. Yo, sexy mommy. Woe! Lekker swingen. Hi. Ik ben er weer. Ja, ik zie het. Ja. Heb je de week nog gekomen? Zeker. We kunnen eten, lekker! Ik wil een muisje kopen. Ik vind het wel leuk. Dus jij zag een muis? Nou, Ramon zag een muis. Ja, vorige week had ik een vlog opgenomen en toen was er ineens een muis binnen. Alleen omdat ik die vlog maar echt heel minimaal had gefilmd, heb ik besloten om die niet online te zetten. Omdat het gewoon echt te weinig was. Frietjes, hè? En wat gaan we daarbij eten? Mayonaise. En een? Frikan? Yeah. Yay! Kiekeboe! Oh, kijk eens, jongens. Lekkere frietjes. Opa doet dat ook altijd. Zo, ma. Je denkt, ik neem het nogal. We hebben dus echt muizen. Echt, ik zweer. Het is echt verschrikkelijk gewoon. Waar loopt die nu? Ja, weet ik het. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Tweede dag dat ik jullie meegenomen. Gisteravond hebben we niet zoveel meer gedaan. Een beetje op de bank gechilled, gelegen, relaxed. Aantal serietjes gekeken. Hé, wat doe jij daar? Kom jij eruit? En vandaag komen gezellig mijn ouders. Die hebben we al een hele tijd niet gezien. Dus we gaan hier in de tuin op 1,5 meter afstand toch elkaar weer zien. Dan kunnen ze de kindje ook weer zien. Dat is ook lang geleden. Ik heb zometeen één training staan om 9 uur. En dan zijn we voor de rest lekker vrij vandaag. Kijk eens, mijn zonneschijntje. Ja, ik hè? Ja, jij. Hoe is het? Goed, ik dacht ik doe even snel maar voordat iedereen is. Mijn gezicht wassen. Goed geslapen?
crème op. Ja, ik heb wel goed geslapen, ja. Ik zie het. Ja, toch? Ja. Weet je wel, Lies, maar die moeten nog wegtrekken. Het is pas 9 uur. Oh, nee. Ja, dat is echt, daar had ik het van de week met iemand over. Naarmate wij ouder worden, dan... Vroeger trok dat gelijk weg, hè? Dan werd je wakker en had je de eerste 10 minuten had je dat. Ja. Maar nu is het echt zo dat je soms middag... Nu, ja, precies. Nou, dat is wel handig dan. Maar nu is het soms middag zo dat je dan kijkt in de spiegel en denkt... Wow, het is nog steeds niet weggetrokken. Heb ja, jij dat ja, ook? Ja, maar ik heb daar geen last van. Oké. Zo, weertje. Lekker zonnetje. We waren nog even snel naar kantoor geweest. We moesten even wat kleine dingetje nog doen. Af te ronden. Het is ook een hele hectische, drukke week geweest. Wij dachten van nou, we moeten heel eventjes nog een aantal dingetjes wegzetten. Dus dat hebben we nu gedaan. Dus nu hebben we echt weekend. We gaan zo meteen heel eventjes naar een aantal huizen kijken. Nemen jullie wel eventjes mee om te laten zien wat we gaan bekijken. We zijn natuurlijk stiekem een beetje op zoek naar een nieuw huis. Yay! Echt weekend nu. Het is wel echt een mooi huis. Echt een droomhuis. Ja. Ik weet alleen niet of we dit kunnen betalen. Nee. Maar ja. Ja, aan de andere kant, dan gaan we gewoon nooit meer op vakantie. Ja. Want dan heb je eigenlijk altijd vakantie thuis. Ja, zo is. Nee, geen. Met jou is het leven altijd vakantie. Met jou is het altijd feest. Ja, maakt niet uit. Nou, zullen we naar de volgende? Ja. Zo, uitzichtje, hè. Volgens mij laat ik nu alleen gras zien, maar het ziet er wel mooi uit. Hoi. Hoi. Ja, zo chill altijd dit. We hebben even een stukje gewandeld. Nadat we een paar huizen hebben gekeken. Ja. Wel mooi, hè, die ene. Weet je wel, ja, droom. Ja, toch? Wel een droom, maar is alleen de locatie had net iets beter. Dus ja. Dat... Lekker bezig, ma. Ja. Ik denk ook dat je er niks hebt aan gedaan in alle 3,5 maand dat mama hier niet is geweest. Nee, denk je niet? Denk het niet. Nee, dat kan goed. Klopt, hè. Wil je wat zeggen tegen onze kijkers? Ik vind het toch een beetje raar dat jij ik ook. Filmen bent of zo. Dan denk ik, oh hoi, Ed met zijn camera. Ja. Dan heb ik wel eens het idee dat ik dan zoiets moet doen ofzo. Het staat helemaal nergens op. Oké. Dit is altijd zo'n leuk momentje. Let op. Hey. Meisjes. Kiekeboe. Het is best wel gek of zo dat ik niet aan het vloggen ben en Ed wel voor ons. Dat is best wel raar. In ieder geval, we hebben net opgeruimd van het eten. Ramos is even met opa en oma mee. Die zijn lekker buiten wandelen en fietsen en zo. En Ed speelt even met de meisjes. Zo gaan we ze lekker douchen. Ja, lekker badderen. Jij kon het niet laten om die camera even te pakken. Nee, jij zegt... Kimberly. Nee, Ed zegt net, film mij even. Ja, dat is toch zo, dat zei jij net. Dus ja. Ik dacht, dan film ik, maar dan vertel ja, maar ik ook meteen. Ja, maar ja, hoezo niet? Ja, is toch ook leuk? Ik ben toch aan het influencen. Ja, oké. Okay. Ik ben ook onderdeel van het gezin nog steeds. Ik ben hier wel de hoofdvlogger. Nee. Maar dus dat. Ik ben echt benieuwd hoe jullie het vinden. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om een keer naar Ed te kijken. Bij deze ga ik de vlog afsluiten, want Ed die heeft echt al letterlijk voor 3 jaar gefilmd. Dit kost mij meer tijd om de beelden uit te zoeken dan dat ik zelf zou vloggen, denk ik. Nee, grapje, het is echt af te zeiken, maar ik vind het echt super leuk dat hij dit doet, gewoon een keer eenmalig. Wij zijn nog even lekker aan het wandelen. Beetje last van de hooikoorts, last van mijn ogen. Ja, daar ligt het. Ja. Maar wel lekker even buiten. Lekker zo, zaterdag afsluiten. En mijn ouders die slapen ook bij ons. Beneden op de grond. Ja, vet in de huiskamer. Maar wel chill, want wij kunnen morgen eindelijk eens een half jaar weer een keer uitslapen. Dat is lang geleden. Oh, heerlijk, echt. Ja, ga jij lekker koffie voor mij op bed halen? Je zit alweer zitten. Ja, ik wel. Nou, vooruit. We spreken dat af bij deze. Ja, is goed. Tot morgen. Hoi. Kan je er niet bij? Nee. Ik zal hem zo even pakken, jongen. Hier. Niet zo hard. Oh. Ik ben net wakker, man. Ja,
Kijk eens wat een gezelligheid, jongens. Goedemorgen. Ik ben even aan het trainen op kantoor. Zo vet. Althans, ik vind het zelf echt super vet. Zo'n weerstandsbanden. En natuurlijk vorige week zijn we daarmee live gegaan. We hebben er nooit aan uitverkocht. En ik ben er zelf echt heel blij mee zitten. Anti-slip aan de binnenkant hebben we erin laten zetten. Het zorgt er eigenlijk voor dat ze goed op hun plek blijven zitten. Zowel met sportkleding, dus op een sportbroek. Al dan niet op je blote huid. Dat is natuurlijk heel fijn. En we hebben ze in 3 niveaus. Dus dit is het lichtste. Nog steeds best wel behoorlijk, hoor. Maar is goed te doen. Ook als je beginner bent. Dit is de middelste en dit is de zwaarste. Dus je kunt ook het mooie ervan, je kunt altijd op je niveau gewoon trainen. En dat ook blijven doen, want deze is echt, echt heavy. Dus ja, super tof. I wanna be happy, happy, happy. Laat eens zien hoe goed je kan gooien. Wow! Day and night, wanna be alright, happy. Wij hadden vanmorgen best laat ontbeten, dus ik maak nu eventjes tussendoor een shake. Ik maak hem voor Raamse voor mij. Wat ik heb gedaan is mango, aardbei, banaan. En daar doe ik dan amandelmelk in. Dat doe ik altijd een beetje op gevoel, dat meet ik nooit helemaal precies af. Uiteraard hoe meer amandelmelk, hoe dunner die wordt. En ik doe er ook eventjes iets van havermout bij, zodat hij iets meer body krijgt. Dus dat doe ik ook een beetje. De batterij was leeg, dus ik heb vanmiddag niet zoveel gevlogd. Het is een uurtje of 4:30 als we op dit moment. En zoals je misschien wel gezien hebt op Instagram, hebben wij last van muizen. Althans, ze lopen bij ons in de tuin, voor zover we last van muizen hebben. Toen had ik dus op internet gezien dat je een eigen val kon maken. Maar ik dacht, nou, plankjes misschien te hoog, hè? Weet je, kunnen ze misschien opklimmen. Dus ik denk, ik zet deze erbij, zodat ze een soort van trappetje hebben. En hier aan de binnenkant zit dan pindakaas. Hier zo. En dan moet ze eigenlijk doorheen en dan krijg je een soort van... Ja, ik ga het niet doen, want hij staat nu. Dan gaat, als een muis hier inkruipt, dan gaat hij zo naar beneden. En dan zit die muis vast. Tot op heden staat hij hier al de hele middag. Mijn zelfgemaakte val. En tot op heden nog helemaal niks. Als ik er een gevangen heb, laat ik jullie het zien. Wil jij het vertellen wat het is? Wat eten we? Met? Niks erop. Met niks erop. Kijk. Weet je hoe ze ons ook wel noemen? Nou. Familie Wandel. Ik denk heel Nederland voor daar familie Wandel is. Met deze tijden en dit weer. Wel lekker zo even na het avondeten. Heerlijk ontspannen. Ja, toch? Ja. Beter binnen. Zeker. Dat was hier nog. Hebben jullie het ook wel eens? Als je helemaal gek wordt. Stop maar, Ramos. Even stoppen. Goed zo. Hij luistert wel goed, hè? Ja, buiten wel, ja. Net een hond. Hij luistert ook alleen buiten en binnen niet. Nou, zo is hij ook. En rennen naar de volgende straat. Go. Kom maar, sneller, sprintje. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom op deze mooie maandag. De familiewandel is weer present. Wij gaan weer wandelen. We zijn bij de bank. Ja. Ja, oh ja, jij wil nu al gaan picknicken. Heb jij sleutel? Ja, heb ik. Wij gaan lekker naar ons vaste stekkie. Ik heb gewoon nog een hele streep in mijn hoofd zitten van het slapen. Dat heb je als je dan ouder wordt, dan blijft het al langer zitten. Ja, dat zei ik toch van. Ja, serieus. Ja, dat klopt. Dat is vanmiddag weer, denk ik. Kom. Dus, lekker een stukje wandelen, een koffietje mee. Nog niet opdrinken, hè? Nee, ik zal dat niet opdrinken. Ik zal dat voor jou bewaren. Superleuk. Tegenwoordig moet hij bij elk speeltuintje een keertje wandelen. Gelijk vanaf. Ja, en wie moet er dan mee? Mama. Kijk eens hoe gezellig. Ik heb echt wat simpele dingetjes meegenomen, wat fruit, wat broodjes met pindakaas en hummus. Ramos en maïsie, hè? Lekker? Goed zo. Dus met jou, Moeke? Goed hoor. Ja? Ben je een beetje aan het genieten? Heel erg. Lekker, hè, zonder camera? Heerlijk. Ja. Nee, maar ik vind het wel leuk om voor de week gewoon weer verder te gaan dan. Ja, toch wel? Aha. Goed. Thank you.
Ik maak even een heerlijke frisse cocktail. Het is natuurlijk super lekker weer. Wat ik heb gedaan is lekker water... Een beetje wodka erbij. Beetje wodka. Oh, dat is wel lekker inderdaad, ja. Doen we niet, hoor. Een beetje watermeloen, mintblaadjes, ijsblokjes uiteraard. Limoentje fijn uitgeknepen erin en tada. Ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan vandaag, hè. Ik heb, ja, ik dat maakt niet uit. Hij heeft echt de eerste 3 dagen even 3 jaar geschoten, dus maakt hij heel hard. Oh, ik zie er ook lekker naar uit. Zeg, heb ik ook elke dag al gezegd. In ieder geval. Het was bijzonder om te vloggen. Ja? Ja, ik vind het heel apart om zo tegen een camera zo te praten en dat dat dan op beeld komt. En ik heb niet echt een soort structuur of zo. Ik weet niet of jij dat hebt. Ja, dat heb je altijd. Ja, ik niet. Ik heb gewoon alles waarvan ik dacht, hey, dat is leuk om te laten zien, heb ik in beeld geschoten. Ja. Zo, Kimberly. Nee. Nou, oké. Okay. Sluit me ook maar meteen af. Ja, hoe gaan we dat doen? Dankjewel voor het kijken. Dankjewel. Oh ja, doe een duimpje omhoog. Ik ben en abonneer op ons kanaal. Volgende week ben ik er weer. En laat even een leuke reactie achter. Ja. Vind ik leuk. Ja. Doei.